Goedemiddag, een nieuw jaar en een nieuw begin. En wat draag je bij het start van een nieuw jaar? Waarom is geen grijze broek? Een uitstekende keuze. Nu, hoe combineer je een grijze broek? Wel, je kan eigenlijk alle kanten ermee uit. Met pastels of met basiskleuren, waarom niet? Maar er zijn twee kleuren waarvan ik zeg, doe het beter niet. Dat is bijvoorbeeld een grijze broek dragen met een grijs bovenstuk. Helemaal van top tot teen in het grijs? Weinig mensen zijn er mooi mee. Je bent, ja, een grijze muis. Je bekent geen kleur. Of een grijze broek combineren met een beige bovenstuk. Oei, ook niet veel beter. Je bekent opnieuw geen kleur. Je verdwijnt gewoon. En als je naar voren wil komen als een sterke vrouw, dan mag je zeker en vast wat kleur dragen. Hier zie je op een tekening hoe grijs met grijs of grijs met beige absoluut geen goed idee is. Grijs, dus beter niet met grijs of met beige, maar met een andere kleur. En die mag best krachtig zijn. Kijk eens naar de volgende tekening, want dan zal je zien dat als je grijs combineert met een krachtige kleur, dat het niet alleen een mooi beeld is, maar dat het grijs zelf ook krachtiger wordt. Vergelijk het grijs van de broek van de dame links met het grijs van de broek van de dame rechts. En je zal zien dat het grijs krachtiger is als het gecombineerd wordt met een andere felle kleur. Zo, geïnteresseerd in een grijze broek? Je weet waar je moet zijn. Kom gerust langs en we kijken er samen naar. Fijne dag nog.